Geus. Ik vind het sowieso mooi om verhalen van mensen te lezen. Dan over de zorg? Ja, dat vind ik zo mooi. En dan denk ik, soms krijg ik echt een broek in mijn keel. Ik denk van, oké, dit is best wel heftig. Maar dan geef je het weer een plaatje en dan ga je er weer een soort van over praten. En dan, maar ja. Wat is dan het heftigste wat je ooit gelezen hebt? Of wat ik zelf heb meegemaakt. Wat je zelf hebt meegemaakt? Jouw verhaal? Ja. Oké, nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Okay. Maar voor de mensen die nu kijken, dit is Chantal Koenen. En zij is de tweede dame die hier gaat zitten en haar verhaal gaat delen over wat zij heeft meegemaakt. En ik ben heel erg benieuwd. Nou, vertel het tegen mij. Wat is er precies gebeurd? Wat ging er allemaal goed of juist niet? Ik vond het best wel... Ik heb een heftig verhaal meegemaakt. Ik was... ik zat bij een vrouw gewoon op de kamer en ze riep af en toe... toen ik op de gangen liep, hoorde ik haar roepen. Toen ben ik naar haar toe gegaan en zei ze, ik voel me zo eenzaam. Ik heb geen familie meer die voor me kan zorgen. Toen had ik zoiets van, nou, ik moet daar wat mee doen. Dus ik ben bij haar gaan zitten. Ik heb een kopje thee gepakt, lekker een chipje gepakt. Oh, lief. En ik heb een kwartiertje ongeveer bij haar gezeten. En toen werd ze heel erg rustig en dan vond ze heel fijn. Ze pakte mijn hand. Ja. En dat deed me wel heel erg goed. Ja, ja. Dat snap ik. Heeft dat nou altijd in jou gezeten, dat mensen willen helpen? Ja, ja? Ja zeker ja. Want was jij eigenlijk al vanaf jongs af aan in je balletjurkje dat je dacht, hoe ben jij dan in contact gekomen? Ik heb heel veel verschillende opleidingen gedaan. Uiterlijke verzorging ook nog. Oké. En gezondheidszorg, dus echt met maskertjes opbrengen, nagels doen en zo. Oh, dan is dit wel iets heel anders natuurlijk. Ja, en ik twijfelde en ik had zoiets van, ja, als ik twijfel, dan kan ik misschien beter eerst kijken hoe de zorg is. Dus toen ben ik voor de zorg gegaan en ik was er na één dag al niet meer weg te slaan. Ik vond het zo mooi, nog steeds. En is dat dan het gevoel wat je van die mensen krijgt als je hun helpt? Is dat dan, ja, gewoon heel dankbaar. Waardering. Ja. En heb je nog, want je zei dat je nog een ander verhaal had. Ja, ik stond laatst op de revalidatieafdeling. En daar lag een man en ik vroeg waarom die hier terecht was gekomen, waarom die er lag. En die vertelde dat hij een ongeluk had gehad met zijn vrouw in de auto. En dat hij achter het stuur niet goed is geworden. Dat hij tegen een paal toen is opgeklapt en dat die vrouw, die had heel veel bloedingen. Dus die is eigenlijk overleden door de bloedingen. Nee joh. En hij heeft 1 week in coma gelegen en is daarna nog gelukkig eruit gekomen. En die ligt nu dan daar te revalideren. Maar dat is wel heel heftig. Ja. Want hij was bezig met verhuizen, zou er ergens anders gaan wonen. En toen is hij niet goed geworden. En wat doet dat met jou als je zoiets hoort? Ik krijg een broek in mijn keel. Ik was echt gewoon emotioneel, want hij was zelf ook emotioneel. Hij moest huilen. Ik zei van, joh, ik ben een luisterend oor voor u. Ik zeg, als er iets is, dan u kunt altijd bij mij terecht. Ja. En ik heb liever dat u het uit, dan dat u het opkropt. Want dan wordt het alleen maar erger. Wat goed van je. Ja. Dus ik had echt een broek in mijn keel. Ja, dat snap ik. Want hij is dus onwel geworden achter het stuur. Ja, gewoon niet goed geworden ineens. Ja. Jeetje zeg. Maar wel fijn dat jij dan in ieder geval een luisterend oor kan zijn. Ja. Maar hoe gaat dan... Die zal wel vol in de rouw zitten dan, als zijn vrouw net... Natuurlijk, hij denkt dat hij wel heel veel opkropt. Want hij uit het wel, maar natuurlijk houdt hij nog wel... hij is nog wel emotioneel natuurlijk. Dat kan natuurlijk niet zo 1, 2, 3 kwijt zijn. Nee, ik denk ook wel dat... als je aan mensen die niet bekend zijn met de zorg vraagt, joh, wat is de zorg? Dan zullen ze vaak zeggen van, ja, mensen uit bed halen, wassen van mensen. Maar eigenlijk wat jij nu net vertelt, dat is juist precies dat mooie stukje ook. Ja. Je bent eigenlijk bijna een soort psycholoog. Omdat er zoveel verhalen ook van die mensen zijn, dat ze hebben meegemaakt. En dan ben jij vaak de aangewezen persoon om te luisteren naar hun. Was voor mij, ik heb het ook meegemaakt, vond ik wel heel zwaar af en toe. Mm-hmm. Want die voor mij, ik bedoel, het werk is heel erg intensief. Maar het stukje mentaal, je moet namelijk, als je heel veel mensen verzorgt, ze hebben allemaal een ander verhaal. Ja. Dan moet je, en ze willen allemaal hun verhaal aan je kwijt. Dat vond ik af en toe ook heel lastig, als je dan terugkomt thuis, dat je dan die verhalen een plekje moest geven. Want dit verhaal, wij zijn best wel gevoelsmensen, neem ik aan. Mm-hmm. Dus dat doet wat met je. Ja. Vind jij dat moeilijk om af en toe, ervaar je dat ook zo? Of? Ja, ik vind het wel heel moeilijk, maar ik vertel het dan wel, maar niet. Ik benoem natuurlijk niet de namen. Dus ik lucht mijn hart wel. Nee, tuurlijk. Nee. En dan, dan heb ik het eigenlijk soort van al een plekje gegeven. Ja. Want wie in jouw omgeving kan jij je verhalen mee delen? Mijn vriend, mijn vader, mijn moeder. Gelukkig. Best wel veel eigenlijk. Dat is fijn.
Leuk. Ja. Nou, dankjewel dat je hier was. Wil je dan ook met mij afsluiten? Is goed. Weet je het goed? Nee. Ja, ja toch? Oké, okay, dan gaan we. Ja? Dan zeg ik, de dag is altijd florissant. En dan? Met een beetje variant. Ja, doe maar. Met een beetje variant. Tot de volgende keer. Hoi. Doei. Lijkt het jou nou ook leuk om een keer jouw verhaal te delen wat jij hebt meegemaakt in de zorg? Laat een reactie hieronderstaand achter. Ga ik contact met je opnemen. Gaan wij samen een dag prikken. En wil ik graag jouw verhaal horen wat jij hebt meegemaakt in de zorg. Hopelijk tot snel.